Hartelijk welkom vanuit Venlo, vanuit De Koel, waar VVV tegen Heracles gaat spelen. Het belooft een heerlijke wedstrijd te worden. En uiteraard ook voorafgaand aan dit duel, zoals bij alle wedstrijden in het betaald voetbal. Een minuut stilte ter nagedachtenis aan alle overledenen in Turkije. Laten stuiten is eigenlijk altijd gevaarlijk. Dat gaat dus niet te handig daarbij Ketting. En een vrije trap voor Heracles. Maar dat de aanvoerder die bal niet helemaal lekker inschatten. Wat heeft Bruns bedacht? Vijf man die inkomen lopen van Heracles. Teleurstellende trap. Aanval is er nog wel met Azawi. Schot van Azawi. De vrije trap teleurstellend. Maar dan wel de eerste serieuze doelpoging van de wedstrijd. Van der Gouw met de redding. Daar gaat Venema er langs. Is Hoogma uitgespeeld. Heeft hij het overzicht? Dat heeft hij niet. Brouwer op de juiste plek. In de verdediging van Heracles komt er dus mee weg. Een overtreding op Venema. Zeker geel. Gaat kijken, was het rood geweest? Ja, de bal gaat naar de zijlijn, dus nee. Er komt inderdaad wel iemand eerst de paal. Een Sedlacek. Lijkt hem voor het ingeleiden te hebben, maar Brouwer is daar op tijd. Hansson. 2 tegen 2. Staat VVV niet helemaal goed. Wat kan Hansson daarmee? Meestal bedenkt hij wel wat. Dit is een schot wat raak is van Schoofs. En Heracles neemt de leiding. Daar staat VVV eigenlijk uit het niets helemaal verkeerd. En dan heeft Heracles dus de kwaliteit om het af te straffen. Zevende doelpunt van het seizoen voor Lucas Schoofs. Ja, dit is natuurlijk hoogst merkwaardig dat Laursen en Hansson in een 2 tegen 2 komen. Dan probeert VVV dat dicht te lopen. Maar ja, ze lopen eigenlijk de hele tijd net een stapje achter de situatie aan. Hansson, maar weer eens met een assist. Bepaalt niet zijn eerste van het seizoen. En Schoofs aannemen. Even kijken. Concentreren op de trap. En het is 0-1. Voorzet van Roosken. Ineens nemen Azawi net naast. Berd met Roosken. En Roosken heeft al geel. Roosken neemt veel risico, maar heeft de bal. En dat is goed verdedigd. Naar de linksback. Jongste speler in de basis bij Heracles. Doet dit goed. Laursen blijkbaar geen buitenspel. Dan is het kansrijk. En is het ook raak? Nee. Want het schot wordt geblokt. Aan beide kanten opeens een serieuze mogelijkheid. Vol risico, want als hij je mist, dat is het penalty, misschien zelfs de tweede gele kaart. Dit is gewoon goed verdedigd. Goed teruggelegd hier. Poging om Berde maar weer eens te bereiken. Dit is goed van Berde en dit is niks, zegt Van der Kerkhof. Hij doet het wel steeds slim. En dat gaat toch ook ergens nog wel een keer wat opleveren, zou je zeggen. Nee, hij houdt zelf ook wat vast naar achteren. Steeds zoekt hij en vindt hij ook wel de ruimte achter de verdediging van Heracles. Niet altijd gevonden, hier wel. Dus zet VVV nog even wat druk. Maar ja, Heracles heeft kwaliteit om daar onderuit te spelen. Doen ze goed. Hansson. Rooskut snelt om erbij te komen. Dus 2 tegen 1 op die linkerkant. Hansson trekt naar binnen.
Nog maar een Schoofs. Azaoui. Schot van Azaoui. En de rebound is uiteindelijk voor VVV. Van der Gouw heeft hem op tijd weer gevonden. Richting Laursen en Bruns gechipt. Goed ingespeeld. Bruns heeft tijd en heeft ruimte. Laursen probeert ook een gat voor hem te trekken. Het levert slechts een hoekschop op. Zes man van Heracles daar. Wall blijft eventjes hangen. Kan dan worden weggehaald door Lathouwers. Laursen. Oh, zo. Schitterend gedaan. Niet heel veel ruimte nodig om tot een goed schot te komen. Strak ingespeeld. Door Azaoui aannemen. En verrassend uit de draai geschoten. Bal op het hoofd van Jansen. Voorzet van Azaoui is heel gevaarlijk. Kan bijna nog, of wordt nog bijna binnengelopen. In het eigen doel daar. Alouche eruit. En voor hem komt Johansson. Ook de Boer en Dekker staan klaar. Dekker kan op meerdere plaatsen achterin uit de voeten. Maar komt dus voor Lathouwers. U ziet het. En Huisman gaat eruit. Voor hem komt de Boer. Lathouwers aan de andere kant al uit het veld. Dat betekent dat Dekker de oversteek zal maken in de rechtsbackpositie. Lathouwers ook al geel. Wellicht heeft dat er nog wat mee te maken ook. Aardige actie. Jansen. Zo. Fraaie pirouette erbij. Niet een kopkans, maar wel een schietkans. Dit is geen buitenspel. Dit is 1-1. Heerlijk uitgehaald door Venema. En het komt VVV toe in een goede fase van de ploeg. Het heeft even geduurd, maar ze begonnen al lekker te voetballen na rust. Ook nog eens een keer drie verse krachten gebracht. En dan besluit linksback Jansen tot een hele pirouette. Slim gekopt hier. Geen buitenspel. Ja, en Venema krijgt die bal precies zoals hij wil hebben. Vol op de slof. 1-1. Nu dus met Venema voorin. En dit is de serieuze kans. Berden, oh, wat slordig meegenomen. Daar zat zoveel meer in. Druk blijft wel. Omhaaltje. Bal blijft hangen. Het is geen buitenspel. Het is 2-1. De Boer scoort. En VVV heeft de wedstrijd omgedraaid. Zo'n goede verdedigende actie, maar het levert uiteindelijk niks op voor Heracles. Want het doelpunt valt alsnog. De invallers die echt wat extra's brengen bij VVV. Bal daar verlengd, een omhaal. En de Boer op de juiste plek. Coughlin die omhaalt. En de Boer aannemen. En vooral zorgen dat die bal op doel is. En in dit geval zelfs erin. En de kopkans is daar van de lijn gehaald. Goeie kopbal. Ja, er staat niet voor niet iemand bij de tweede paal. Soms is het toch best handig. Bruns. Niet echt een kopkans. Nu al helemaal niet meer. Venema met Mankishi. Venema met de bal. Venema wordt uiteindelijk van de bal gelopen. Want dat is ook nog rugdekking voor Mankishi. Duwtje van Braken, slim. Ik was niet op gerekend dat die bal dan nog in de loop zou komen. Van Rooyen. Voorlopig doet VVV het slim. Haalt het tempo uit de wedstrijd. Zorgt ervoor dat er veel vrije trappen komen. Uiteraard gaat Sicilia zo komen bij Heracles.
En daar is de 3-1. Op het moment dat Heracles denkt, kunnen we misschien nog, is het antwoord eigenlijk waarschijnlijk niet. Heracles laat zich verrassen bij die vrije trap. Buitenkantje voet, misschien nog net aangeraakt. Hij draait er zo fantastisch in. Hansson. Scherp, bal wordt verlengd en valt er een paar meter naast. Sonnenberg was daar dreigend. En voor de zesde keer dit seizoen wint VVV na een 1-0 achterstand. Het is een ploeg met karakter, dat is duidelijk. De kramp zit erin, ze hebben alles gegeven. Venema kan niet meer staan en zo zijn er meer bij VVV. Groot compliment voor de weerbaarheid van de ploeg. Niet opgeven. En zo kan je herstellen van een hele matige eerste helft. En voor Heracles geldt, ja, in de eerste helft had er misschien wat vaker gescoord moeten worden. Wat meer met het overwicht moeten worden gedaan. En wat de ploeg na rust liet zien, dat zal meer zorgen baren. En toen gaf het niet thuis. En gaf het de wedstrijd echt uit handen.